Als je kijkt naar het hele proces van medicatie in het ziekenhuis, tussen het voorschrijven door de arts en het geven aan de patiënt zitten heel veel stappen tussen. Er kan heel veel misgaan in die periode. Het kan niet alleen het verkeerde geneesmiddel zijn, het kan ook zijn dat je het bij de verkeerde patiënt staat. Dat je het niet de juiste dosering geeft, maar of misschien ook op de verkeerde manier geeft aan de patiënt. En daarnaast is de werkdruk voor verpleegkundigen heel hoog als ze medicatie moeten delen. De patiënten vragen dingen, er is misschien nog een andere patiënt die iets vraagt. Die moet een glaasje water, gaat alarm af. En tegelijkertijd vragen verpleegkundigen ook nog heel precies en goed te lezen en te controleren of de juiste medicatie gegeven wordt. Nou, al dat soort dingen samen brengt dat 1 op de 5 toedieningen ging in het verleden iets mis mee. Het zou heel erg helpen dus, en daar hebben we Medde ontwikkeld, om een hulpmiddel te hebben die kan helpen bij het controleren van de medicatie vlak voordat je het aan de patiënt gaat geven. Ik heb de patiënt gescand, dan ga ik de Medde openen, dan krijg ik de medicatielijst met de medicatie die ik op dit moment mag delen aan de patiënt. Ik pak het bekste zakje waar alle huidige medicatie in zit die op dit moment gegeven mag worden. Die scan ik. Nu is alles afgevinkt en ga ik de medicijn aan de patiënt geven en klik ik op vastleggen. Het gaat dus om miljoenen toedieningen en waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Dit ziekenhuis vindt het heel erg belangrijk om risico's voor patiënten en voor personeel te reduceren. Daarvoor gebruiken we een heleboel moderne technieken, ICT, robotisering en het laatste wat wij hebben toegevoegd is MedEye. Dus ook de toediening van de medicatie aan de patiënt wordt dan geborgd. Ga ik nu een scan laten zien dat het niet goed gaat. Ik doe de medicijnen in het pakje. Dan gaat hij ze scannen. Nu laat hij zien dat ik er 1 paracetamol te weinig in heb gedaan. En daarom is er 1 groen en 1 nog geel. Voorheen scannen wij elk pilletje apart. En moesten wij zelf herkennen aan de medicijnen van goh, moet ik dit tabletje wel geven of niet geven als iets gestopt was. Nu heb je dankzij MedEye heb je alles in 1 zakje, wordt gelijk herkend of het zakje wel of niet klopt. Van elk medicijn zijn 10 foto's gemaakt waardoor de computer echt elk detail van het tabletje herkent. En zo herkent hij dus zelfs 2 tabletten die heel veel op elkaar lijken. Onderdeel van de MedEye oplossing is dat we ook rapporteren terug aan het ziekenhuis hoeveel fouten we gestopt hebben. En dat, we zien eigenlijk bij iedere afdeling waar we starten dat vanaf dag 1 we medicatiefouten stoppen. En gemiddeld komt het ongeveer neer op ongeveer 3 medicatiefouten per dag.